Welkom bij een nieuwe aflevering van Straf. Ik heb hier een super toffe, creatieve gast bij mij zitten, namelijk Gert. We kennen jou ook als meester, Gert. We kennen jou ook als DJ G-Spot, toch? Ja. All right. Ja, <laughs> korte boodschap. Ja. Ja, ko ja, kort bood. Mag, mag, mag. Um, als meester, ja. hoe lang doe je dat al? Uh, ik, ik hou het niet altijd bij, maar uh, ik zeg, tegenwoordig zeg ik altijd uh, dat ik ongeveer, ongeveer al 17 jaar al ben. Ja, ja mij 17, 17 jaar. jaar. En als, kleuterleider. als kleuterleider. Als ja. kleuterleider en uh, ook als DJ. Ik ben eigenlijk een beetje tegelijk begonnen met de twee dingen. Dus Daarvoor had ik echt geen klote te doen in mijn leven. Dus, uh, en dan ineens alles tegelijk: hè. een uh, ja. openbaring. Ja. <laughs> en dan dacht je van, ik ga dat doen: ja. uh, DJ. Ja. Um, hoe, wat mogen we daarvan. Allez, hoe mogen we dat zien? Hoe zien we u als DJ? Is dat, welke soort muziek draai je aan? Want ja, ik zeg het niet, oh, iedereen op de radio of de kijkers. kennen u? Nee, natuurlijk niet. Voilà. Bedoel, ik dus, van de Gert, hè? Ja. <laughs> nee, nee, uh, ja, ik speel uh, RB, hip-hop, uh, urban. Hè, dat gaat tegenwoordig heel breed. Hè, dat is, uh, afro, uh, alles waar Latijn. Uh... En is dat niet moeilijk om zo. Allez, ik bedoel. In die 17 jaar dat je DJ bent, is ja. dat niet moeilijk om zo constant die muziek bij te houden? Zeker nu. Dat is hè, veel dat werk. Je... Mensen denken ah. soms dat, dat, dat de muziek vanzelf uh... Allee, binnenkomt. Binnenkomt ja. uh, inderdaad. Ik wou zeggen op een USB-stick, maar dat doe ik niet. Ik draai liefst met vinyl en als dat anders niet kan, liefst met uh, CD-spelers. Maar wel wat ik met mijn handen kan. Doen. Kan werken. Niet ja. alleen zo toek 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 op. Alle respect naar uh, de DJ's die wel tuk-tuk-tuk doen, maar <laughs> ik doe het liefst. <laughs> nee, uh... zoals, zo, zoals de oude Gerden dan eigenlijk? Ja, zo. nog een ja. beetje. Ik ben zo. Ik, ik hoor niet bij de oude Gerden, ik ben zo aan het staartje, denk ik. Ik zeg altijd dat ik wel een beetje aan het staartje hang van de oude Gerden zo. Ja. Uh, en dan zo is. Uh, daarna is ja, iedereen bekend DJ geworden. Uh, wat leuk is natuurlijk, hè? iedereen moet DJ worden. Maar. Uh, ik kan er zo wat tussen, zo, ja. zo dingen. Ja. Dus veel mensen van vroeger kennen mij wel uh, al lang als DJ. Maar... En waar heb je dan zo al gedraaid? Um, waar de veel mensen mij van kennen, van vroeger is uh, RB Feelings. Dat was zo, ja, vroeger The Place to Be uh, in Limburg. In Limburg, ja. In ja. Limburg, ja. En um, goh, ik had toen ook een radio-show op Radio Contact, right. uh, Contact RB. Uh, daarna is dat zo wat meer uh, Cocorico geweest. En overal uh, in Antwerpen, de uh, public. Uh, ja. Zo van die dingen. Ja. Okay. En Larocca. En Larocca. Larocca, ja. Dat is uh, dicht nu. Allee, heb ik mij laten vertellen? Ja, dat is gedaan nu. <laughs> maar <laughs> dat ja. daar nu mee gaande is, dat weet ik allemaal niet. Want nee. ik hoor nog dingen. Ja, maar... We zullen het wel horen. Ja, hoe? Um, uh, als DJ, dus. Uh, nu, <coughs> de meeste mensen uh, kennen nu e ja, enerzijds als DJ, anderzijds als kleuterleider. Kleuterleider, welke klasjes doe je dan? Uh, ik doe altijd, allez, toch al de laatste uh, vele jaren, uh -huh. uh, de tweede en de derde kleuterklas altijd. Wij gaan twee jaar mee met ons kindjes. Ah, ja. uh, ik heb dezelfde groep voor twee jaar. En ik heb Dat is wel tof. Uh, tweede kleuterklas gaat en ik ga nu mee naar de derde kleuterklas en dan krijg ik een nieuwe groep. Ja, dus, uh, zo. dan zijn die kinderen wel... Ja, dat de, de eerste jaar is leuk en dan leer je kinderen... Kinderen kennen en zo, maar dat tweede jaar, dan zijn die ook al iets ouder en dan ja. is het zo, toch nog, nog intenser zo die band en uh, ja na twee jaar bletten wij je kapot als die weg gaan. Natuurlijk. En elke twee jaar dat jij dan uh... bletter. Is... <laughs> maar dat is wel plezant en je ziet die echt groeien en een vooruitgang maken van twee jaar lang, dus, uh... dat is wel plezant ja, om dat mee te kunnen volgen. Ja. Want wat de meeste mensen niet weten, allez, op de radio of de kijkers, uh, dat jij ook eigenlijk met je kindjes heel creatief bezig bent. Is dat? Ja, ik vind dat wel. Ik, vind dat wel. Nee, ik probeer. Ik, ja. ik, ik, ik ben wel zo. Uh, ik, ik, uh, ik ben vroeger uh, afgestudeerd en ik heb alles meegekregen zoals dat uh, hoorden en het kleuter werd gedaan, maar ik zeg het, dat is al over 17 jaar terug. Uh -huh. Uh, en in de tussentijd, ja, dan probeer je natuurlijk uh, een beetje een nieuwe stempel te zetten. En ik ben inderdaad wel graag creatief bezig. ik denk een, graag een beetje out of the box. Ja. Dus niet al, altijd het klassieke en zo. Dus ik uh, ja, probeer zo graag nieuwe dingen uit. En een beetje anders te zijn, omdat ik dat leuk vind. Ja. Dat, uh, en dat werkt ook bij de kleuters, dat spreekt ook aan. En dat is ook voor mijn eigen een goede uitlaatklep om uh, echt. Ja, ik weet niet, het. ik, kan, ik ja. kan dat toch niet stoppen. Want ik kan er anders toch niet van slapen. Ideeën houden mij wakker. Dus, uh... ah, wel, Het is dat wat ik wou zeggen. Uh, je ziet ook vaak, allee, ik zie, ik ben een beetje gaan kijken, gaan snuffelen uh, op je Facebook. En toch vaak uh, filmpjes mee, je kleutertjes dat je maakt. Uh, op bestaande beats, is dat dan meestal? Ja. Uh, en dat je dan, dan zelf met mee je kindjes uh, een liedje in elkaar steekt. Uh, en dat dan uh, ja presenteert in een, in een filmpje ja uh, dat is eigenlijk begonnen goh, ik weet niet hoe lang dat al geleden is van mijn eerste lied. ik denk acht jaar terug of tien jaar terug Amai, dat is al lang mee, dan, ja. ja ja dan zijn we ermee begonnen met zo uh, ja We zingen vroeger zong ik gewoon uh, goedemorgen goedemorgen zo de typische liedjes van de ja. uh, school en ik dacht oh, ja ik ben een DJ ik hou van hip hop wil iets eigen maken, dus ik ben gewoon beginnen schrijven op een bekende beat van Tupac en Biggie en uh, ik had een liedje en ik dacht ook, oh, ga er een filmpje van maken, dat is een leuke herinnering. Mm -hmm. ja. En uh, ik heb dat toen uh, online ook gesmeten en dat is keihard rondgegaan en mensen hadden zoiets van, wow, hip hop met kinderen en zo ja, en dit en dat. Ja. En ik doe dat al sinds dat die video uit is, doe ik dat altijd. Uh, Zing ik elke morgen, zet ik 2-pack op of Biggie op en beginnen wij te rappen met de kinderen. Ja. En dat is uh, super cool. vind ja, <laughs> ik zelf. Ja. En, uh, en dat is gewoon leuk, dat is een beetje anders. En dan is, daar na een tijd is er een, een weerliedje gekomen op een regé-nummer. En dan is er een uh, dagen van de week liedje gekomen, een verjaardagsliedje. Ja. En zo. Stel ik aan, heb ik nu allemaal, ik denk al een uh, acht, negental liedjes van mijzelf, uh, waar ik ook altijd een videoclip bij maak. Mm -hmm. En ik heb ook wel gemerkt dat, dat, allee, die dat, videoclips, dan, dat die videoclips echt wel een herinnering zijn voor die kinderen. En voor mij was ja. dat ook wel uh, altijd die videoclip. En dat liedje was dan voor mij van, oh, ik heb dat liedje geschreven toen met die klas. Ja. En dat is die herinnering eraan. Maar nu, ja... Dat is echt viraal aan het gaan ook. Hè? Allee, het opruimlied, het laatste uh, Dino-lied heb ik ook gezien. Ja. Um, vorig jaar, wat was dat rond uh, Sinterklaas? een Rootbeat-lied gemaakt? Ja. Allee, dat zijn allemaal zo onderwerpen die al wel plezant zijn om, om naar voren te brengen. En op een leuke en luchtige manier, eigenlijk. Ja, um, ja kinderen houden van muziek en ik hou van muziek. dus... Ik dacht gewoon, ik ga mijn passie een beetje in de klas brengen. En ja, ik vind het ook gewoon leuker om mijn eigen liedjes te doen. En uh, ik schrijf die graag. Dat is wat hedendaagse ook een beetje hipper Ja, ja. Uh, ja, ja, ja. Kinderen luisteren... Kinderen denk, allez, ze denk, mensen denken vaak dat kinderen alleen maar naar K3 luisteren. En Captain ja, Winokio en dit en dat. Maar kinderen luisteren even goed gewoon naar de radio, naar Beyoncé of Jay-Z. Dus, ja, ja. Allez, waarom niet? En ik heb dat gewoon dan in het Nederlands... Iets korter van gemaakt en ik heb nu ja, een opruimlied en dingen. liedjes dat ik elke dag gebruik, ja. die echt gebruiksvriendelijk zijn voor in het onderwijs. En blijkbaar worden mijn liedjes ook heel veel gebruikt in uh, andere scholen, bij oh, Jurgen en tof, Meesters en zo. Dus ja. dat is kei tof. ja, ja. Uh, Ik stel voor, anders dat we, want ik denk dat de meeste mensen nu wel een klein beetje uh, curieus zijn, nieuwsgierig, om naar het opruimlied. Ja, is goed. Dan gaan we even eventjes luisteren kunnen naar het. Op. Voilà. Even opruimen, hè? Ja, we kunnen ze ineens opruimen. Voilà. Het <laughs> opruimlied van Meester Gert. Hmm. Ja. Dit was het opruimlied van Meester Gert nog steeds in de studio. Gert, Meester Gert, DJ G-Spot, DJ G-Spot. <laughs> Allee, nu moet ik toch wel even nadenken, hè, want je zei kleuterleider, ja, ja, mijn excuses. Is dat oh, soms? Aan denken? Nee, nee. Ja. Allee, persoonlijk. Hè, je zegt DJ G-spot. Wij weten allemaal een G-spot. De wat ouders dat is. vinden fantastisch, dat fantastisch, denk ik. Echt? Ja. ja. DJ ah, wel, dat is G-spot in de klas. Ja, nee, nee. Ja. Allee. dat was dus eigenlijk mijn vraag. Hè. Ja. DJ G-spot als kleuterleider. Als er nu een kleuter naar u komt en die vraagt. Ja, zeg, meester, wat betekent dat nu eigenlijk, DJ G-Spot? Ja, dus dat, uh, dat is mijn naam. Dat is uw naam. Mijn, alleen, mijn, naam. Uw een artiesten -naam, naam. mijn tweede naam, hè. Ja. G, Gert. En muziek Spot. is mijn gevoelige plekje. Ja, ah ja. Dat ja, ja. Meer is dat niet. Ja, ja want ja, okay. wij volwassenen nu, Ik heb die een uitleg er zelf al gegeven. Vroeger hebben er ooit vrienden, zo mij beginnen noemen, ik weet niet voor wat eigenlijk... Mm -hmm. Ik kan het mij niet meer herinneren. En ik, ja, iedereen kende mij zo. Dus de G-spot, de G, de G-spot. Ja, ik voilà. ben er maar zo gebleven. Ik, ik was niet creatief nog niet creatief, dus ik kon iets beters verzinnen. Je nee, gewoon gepakt. Ja, nee. ik ben maar gewoon een G-spot gebleven. Een G-spot. Want ik heb nu, dat is al een aantal jaren geleden, heb ik uh, dat filmpje gezien van, uh, dat je hebt gemaakt uh, over jij als kleuter, kleuterleider... Uh, overdag en 's nachts een DJ. Dat was het allereerste filmpje van mij dat echt online is gekomen, waar dat ik ja, dat is voor naar... mijn liedjes. Ja, dat, ja. waar ik waar, we waar eigenlijk naar. Maar dat ik gewoon ja. Gebracht als. Mijn, mijn uh, twee levens eigenlijk. Ja. In een. Dat is toch wel speciaal hè? is dat is dat op zich uh, uh, te combineren. Perfect, ja. Perfect. Uh, ik doe. Ja, in de week gewoon mijn job. En s'avonds, wij werken aan muziek en zo. En in het weekend uh, kruip ik wel op tijd in mijn bed. En dan vertrek ik naar de club. En dan ga ik, ik draaien. En s'morgens uh, begin ik terug uh, voor school te werken of whatever. Voor te bereiden. Dus ja. op zich gaat dat. Ik heb nog nooit... Ik heb jawel, een paar keer al zo wel in het midden van de week zoiets moeten draaien. Dat ik uh, banaan een nachtje doordeed En van ja, de club naar, uh, naar de klas ging, maar dat gebeurt oh. echt zelden, hè? Dus normaal. Ben en ik altijd die... op zondag uitgeslapen? Schrijven de kinderen? Ach, je ja, die door, heb je zo'n nachtje door? Je moeder schrijven van mij. Ah, nee, ah ja, oké. Anders comfort stoten. Comfort stoten? In dan ook. <laughs> nee ja. um, En je hebt dan eh, twee jobjes, zal ik dat maar, zal ik het zo noemen? Ja. Is dat... Jobs. 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 Excuseer Tuchel, uh, komt veel bij kijken. Ja. Allee. Oh, niet en ik probeer ook uh, de dingen hè, uh, de combo te maken zo een beetje. Dus uh, door de liedjes in de klas te brengen, ja? heb ik mijn DJ en eigenlijk en mijn muziek in de, in de klas. Ja? Maar ik heb ook als ik in de club ben, uh, heb ik ook vocals van kindjes. Kindjes, ja. Die dat ik ook uh, afspeel in de club. Wat tof. Waardoor dat mensen wel zo ineens zo mijn kindje horen, precies in de club, ja. door, de, door de speakers, tussen de R&B en de hiphop. En dat is ook wel zo Speciaal, leuk om, om ja. dat erin te dingen. Ik heb ook mixtapes met uh, kindjes uh, ja. gehost en zo inderdaad. Ja. Dus ik probeer alles wel zo'n beetje door elkaar te... En een beetje te combineren. Ja. Zo twee jobs, hè, want uiteindelijk is dat, als kleuterleider is dat fulltime. En ja. als ja, DJ is dat, toch ook, is dat toch ook wel een, een, een grote... Uh, je zit er toch wel veel mee bezig. Ja, ja op je persoonlijk leven is dat draagbaar is dat doenbaar is dat te combineren wat dat te combineren ik het, zo het zeggen het, 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 het is wel zwaar uh, ja. ik zeg het uh, ik moet wel wat plannen en organiseren en mm -hmm. voldoende bijslapen hier en daar maar op zich gaat dat al 17 jaar eigenlijk heel goed en ik doe het met passie en passie dat is een drive dingen ja. maar hoe lang dat nog gaat duren dat weet ik niet maar probeer zo lang mogelijk uh, door te, gaan. door te gaan. Want nu met oh. die corona allee, neem ik aan dat er ook veel minder boekingen zijn. Geluid. Ja, ja daar, uh, het ligt al uh, anderhalf jaar stil. Hè? Maar, ja. uh, Heeft dat een impact op u? Uh, ik heb op zich, mijn hoofdjob is ergens nog altijd uh, leraar zijn. Uh, maar ik mis natuurlijk het draaien wel. Uh -huh. Dat is ook iets helemaal anders. Ja. Uh, maar het komt wel terug en op het gemak. Ik bedoel, ik heb ook wel even genoten van de rust. En, ja, het is sowieso een rare jaar geweest. Hè. Ja, ja. Nee, dat is waar. waar. Ziet het er naar uit om terug te gaan draaien? Of zo zeker, zo? zeker. Ja. ja, dat wil je. Uh, En liefst voor dingen, want ik heb eigenlijk tijdens de corona veel DJs en zo live gegaan op ja, Facebook en dit klopt. en dat. Ik heb ja. dat wel een paar keer gedaan, maar niet veel. Ja. Het is niet hetzelfde. Die vibe, die dingen, die energie die je krijgt van het publiek en zo, ja. dat, is, dat, is, dat, dat, mis, dat mis ik vooral. Want, want op zich thuis, ik, is niet dat ik uh, nu uit verveling uh, constant thuis zit te draaien of zo met een buurman lastig te vallen. Nee, ja. uh, maar, uh, maar eigenlijk. Uh, en dan denk ik soms van, ik heb er misschien niet zoveel nood aan, maar ik weet, als ik daar staan, dan, ja, dan, nee. dan kriebelt. Als ik nu al ergens iets ga drinken op een terras en er is er een aan het draaien, dan heb ik al zo. Oh, als ja. het goed is om die weg te duwen. En... Ik, kan ook. ik wil dat. Ja, ja. Nee. Kriebelt wel. De mensen kunnen nu. Waar vinden, hè? want we hebben nu een paar dingen laten horen. Uh, je hebt de mensen hopelijk nieuwsgierig gemaakt. Uh, op welke kanalen kunnen ze u allemaal terugvinden? Uh, ik zit overal een beetje. Overal? Zoals, zoals, zoals een echte artiest. Oh. <laughs> nee, natuurlijk op Facebook, uh, ja. Instagram, g DJ. Uh, gewoon volgen. Uh, ik zit op TikTok tegenwoordig ook. Uh, we gaan mee met. Uh... Uh, ja, niet veel, maar we doen ons best. Ja. Uh, op YouTube zet ik ook alles. Uh, uh, de liedjes. Ja, de liedjes. Dat je gemaakt in met de kindjes. Op Soundcloud vinden ook mijn mixtapes en zo. En ook mijn liedjes tegenwoordig. Uh, ja, ik doe gewoon alles door elkaar. Ik ben DJ en ik ben meester. Dus me veel mensen kennen mij zo, als die twee personages, zou ik maar zeggen. Ja, ja, dus ja, ja. ik doe dat ook gewoon zo op mijn kanalen. Ja. Uh, om iedereen een beetje te laten proeven van, van mijn dj-leven. Alle juffen die mij volgen, die kunnen een beetje meekijken uh, hoe ik in de club uh, mijn ding doe. En alle uh, clubmensen kunnen een beetje meekijken in mijn klas. Uh, in uw klas, ja. Voilà. tof. Ja. Uh, als dj-zijnde, Ik je dat soms niet? Want hey, vroeger hadden we toch altijd... Een dj had je toch altijd een ham. Als uh, zijnde player... <laughs> Hebben ze daar zelf ook al last van gehad? Nee, heel veel nee. mensen denken dat ik een player ben omdat ik een DJ ben. Ja. Maar, uh, dat, dat is echt een, een clichébeeld. Ja, voilà. echt... ja, wat, moet... wat is een schilder dan of een bakker dan? Allee, mm -hmm. ik, weet niet. ik weet niet, ik doe meestal gewoon mijn ding in de club en dat is muziek draaien, want daarvoor ben ik daar. En zoals dat mensen soms denken, dat ik uh, mega veel uh, aandacht krijg van uh, grieten en zo. Nee. Ik weet niet of ik geen goede DJ I don't know. Maar <laughs> ik, heb, uh, ik, ik heb dat probleem blijkbaar niet zo. Dus uh, nee. ik amuseer me in een DJ-boot en dansen. En... Is er iets dat u stoort als je aan het draaien bent? Wat is hetgeen dat u het meeste. <laughs> het meeste we het stoort? Hebben? <laughs> ja, dan gaan, we, dan gaan we even op tafel Storen. smijten. Storen... Zeg het gewoon, Gert. Zeg ja, het gewoon. Wat ja. um, moet ik dingen? Iedereen denkt dat wij. Of storen dat mensen liedjes komen vragen? Ja, soms wel. Uh, nee, dat hangt ervan af. Ik sta ervoor open als mensen met een goed liedje afkomen. Dat is allemaal kijk. Maar sommige mensen die. We willen zo één liedje, twee liedjes. Die stonden om de vijf botten. Die willen eigenlijk gewoon dat wij heel hun Spotify of zo afspelen. Ik weet het niet. Ja, DJ, uh, personal DJs. Hoor. Ja, ik weet niet. Wij zijn geen jukeboxen natuurlijk. Ja, ik bedoel, nee. uh, het is wel de bedoeling dat dingen. Mensen denken ook altijd dat wij de, de grootste hits. dat wij die gaan vergeten of zo. En dan komen ze die om half twaalf al vragen of zo. Natuurlijk, ja. er is een warming up, dat wordt opgebouwd. Mm -hmm. Allee, ja. Er is a time for a good song. Ja. Alleen ja, in de avond is dat allemaal wat puzzelen, witte. Ja, oké. Okay. Dus kijk Waar ik, uh, ja, ik zit een denken, zo, Want er zijn zo, maar het is al zo lang geleden. Ja. <laughs> ik heb moet, moeten draaien, hè. Goh. Ja, ik denk dat het voornaamste niet is dat ze zo altijd denken dat ik een player ben. en zo. Ja. Ik, uh, en, en, dat is ook en ook wel... dat ze denken dat ik een pakken geld uh, krijg binnengest, dingen. Want DJs zijn rijk en hebben Ja. Ja. Valt allemaal goed mee. Dus dat is een kleine boodschap. We zijn gewoon mensen. Ja. Wij houden van muziek. Wij proberen Creatief. iedereen ja. uh, iets te brengen. Ja. Op dus... uw manier, op uw creatieve ja. manier. Ja. Oké, okay, super. Gert, ja. DJ G-spot, meester Gert. Bedenkt om naar de studio te komen. Bedankt om mij uit te nodigen. Dat was een heel leuk gesprekje ik hoop dat je het leuk vond ik vond het leuk uh, zeker volgen DJ G Spot op SoundCloud uh, Instagram kan je hem ook terugvinden en op uh, Facebook wilde jij nog iets zeggen naar de buitenwereld wilde jij nog iets lanceren wilde jij nog iets melden uh... suggesties uh... doe me, daar heb ik niet over in aangedacht <laughs> wat wil voilà, ik ze? meegeven aan de wereld niks gewoon Peace and love. Oh, Zie je okay. elkaar maar graag. Geef elkaar eens een like, even toe. Uh, maar <laughs> likes zijn ook niet zo belangrijk. Uh, doe gewoon je ding en love. Alright. Bedankt, Gert, voor uh, in de studio te zijn. En dit was weer een straf. Tot de volgende keer.